Nou, wat ik heb geprobeerd te doen is met de zaal een beetje in discussie te gaan en in debat te gaan. Om ze ervan te doordringen dat het hele verhaal rondom implementatie geen sluitstuk van een project mag zijn. Het moet zeg maar vanaf het begin dat je nadenkt over wat ga ik onderzoeken, moet je gaan meenemen wat er gaat uitkomen, voor wie is dat van belang en hoe ga ik dat dan ook daadwerkelijk in de praktijk brengen zodat het gedrag van de mensen veranderen gaat, zo in de richting dat mijn onderzoek ook echt tot zijn recht komt. Dat kun je natuurlijk op een aantal manieren doen. In zijn algemeenheid zeggen wij, je zou moeten kijken naar wet en regelgeving enerzijds, of dat van invloed is. Anderzijds de randvoorwaardelijke zaken, bijvoorbeeld incentives in geld of in allerlei andere zaken, maar ook richtlijnen, standaarden, automatiseringssystemen. Dat zijn allemaal randvoorwaardelijke zaken. En het derde is daadwerkelijke communicatie en beïnvloeding van het veld zelf, van de beroepsbeoefenaren, van de patiënten, etc. Daar gaat het hem uiteindelijk om. En die combinatie tussen die drie beïnvloedingsmechanismen voorspelt het grootste succes. Mensen die onderzoek gaan doen, die doen dat vanuit overtuiging, vanuit passie. En zeker wanneer je al jaren bezig bent met een bepaald thema, dan geloof jij in dat thema. Die passie is heel erg van belang om goed onderzoek te kunnen doen. Maar dat zegt nog niets over de maatschappelijke relevantie van dat onderzoek. En het zegt er ook niets over of daadwerkelijk de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk iets gaan betekenen. Daarvoor heb je veel meer dingen nodig. Je hebt nodig dat de boodschap bij de doelgroep terechtkomt. Bij de voorschrijvers terechtkomt, bij de apothekers, bij de patiënten. Als die patiënten dan al bereikt, of die artsen dan al bereikt, dan moeten ze nog snappen wat jij bedoelt. Ze moeten het willen, ze moeten het herkennen. Hè? Het moet regelmatig in hun praktijk voorkomen of niet. Ze moeten het van belang vinden. En vervolgens moeten ze ook in staat zijn om het uit te gaan voeren. En daar niet allerlei belemmeringen in tegenkomen. Als ze het dan gaan uitvoeren, moeten ze het ook nog een keer volhouden. Al dat soort elementen zou je mee moeten nemen in een project. Op het moment dat jij na gaat denken over dit is mijn onderzoeksvraag, straks wil ik het in de praktijk gaan invoeren en daar heb ik al deze aspecten bij nodig. Richtlijnen en protocollen, net zo goed als automatiseringssystemen of een elektronisch patiëntendossier, al dat soort elementen, dat zijn randvoorwaardelijke zaken. Die zijn van belang voor het helpen van een implementatie, maar aan zich is dat geen implementatie zelf. Uiteindelijk zal implementatie moeten gebeuren door de mensen die werken in het veld. Door de huisartsen, de specialisten, de apothekers, de wijkverpleegkundigen, de patiënten zelf. Die zullen moeten uitvoeren. En alleen als zij ook daadwerkelijk in staat gesteld worden om dat gewenst gedrag te vertonen, ook weten wat ze moeten doen en dat ook kunnen volhouden, dan heb je succesvolle implementatie.